welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag even een rondje Nederland. Ik heb vanochtend op de zaak 3 auto's geladen. Mijn collega Bergs bedrijf ook nog 2 auto's. Even naar de garage geweest voor het vervangen van mijn stuurbediening. Die was kapot gegaan. Dus even gebeld afgelopen vrijdag en dan kom ik vanochtend terecht. En nu onderweg naar Naarden, Weesp, Schiphol en 2 adressen Amsterdam. En dan ben ik leeg en dan ga ik vanavond naar een chauffeurscafé in Amersfoort, de Tweede Steeg. En dan moet ik morgenochtend om 8 uur in huis te rijden bij Defensielade voor Bergen in Duitsland. 3 busjes. En dan heb ik nog een motor bij te laden op de zaak in Apeldoorn bij ons. En dan door naar Duitsland, losse 2 adressen. En dan ga ik een rondje Denemarken doen. En dan heb ik nog ergens tussen Poetkarren en Rugby nog een boot. Overtocht van een uur of zo, uur en een kwartier. Dus weer een leuke rit in het vooruitzicht. En zo is het alweer dinsdagmorgen. Lekker geslapen hier in Amersfoort. Nu onderweg naar huis te rijden. Gisterenmorgen in huis te rijden met 5 vrachtauto's geladen. Allemaal 3 bussen erop voor een trainingslocatie, een oefeningslocatie in Bergen, Duitsland, voor Defensie. En ik heb aan de zaak nog een motorfiets bijgeladen. Nou, gisterenmiddag die 3 bussen gelost, autohofje gereden, lekker geslapen gisteravond, vannacht. En vanochtend door de mist heen naar Sankt Michaelisdom. En zoals jullie net konden zien had ik daar een motorfiets voor. Een Triumph, die was op Sardinië onderuit gegaan bij een ongeluk met een touringcar. Dus die hebben we er net met de heftruck afgehaald, de hele voorwiel was geblokkeerd. En nu ben ik leeg en ik ga nu naar Kolding in Denemarken. Daar ga ik een geblokkeerde auto ophalen. Nou, ik heb weer geluk. Auto zou niet rolbaar zijn. Nou, hij is niet alleen rolbaar, hij is ook rijbaar. Dus even vastzetten. En door naar de volgende. Nou, wat ik dus al zei, volgens mijn gegevens zou hij niet rolbaar zijn. Wel dat hij een aanrijding had gehad. Dus ik dacht al, hij zal een flinke schade gehad hebben. Nou, dat heeft hij ook. Maar toen ik aankwam, en dat zagen jullie ook, stond hij op het gras. En toen dacht ik al, nou, als hij niet rolbaar zou zijn, dan zouden die Denen ook niet zoveel moeite doen om hem op het gras te parkeren. Dus ik had me hier gemeld en ik kreeg de sleutel. En hij zei, joh, hij rijdt gewoon. En je kan hem zo de auto oprijden. Nou, zo doen we dat. Dus klaar. En nu ga ik naar, even kijken, hoe heet dat plaatsje? Vibi, daar staat een XC40 en die heeft bijgeluiden. Nou, dat kan ook weer van alles zijn. Het zal in ieder geval een lierauto worden, dat denk ik nu. En die gaat dan achteruit op het bovendek van de motorwagen. En dan gaat die schade Volvo die ik net geladen heb, die gaat er dan onder. Want die is voor Stadskanaal. En als de planning besluit om aan het eind van de rit te gaan lossen in Stadskanaal, hoef ik alleen de aanhanger af te koppelen, kan ik heel makkelijk bij die Volvo. Dus ga ik het even omgooien zo meteen. Maar eerst maar eens even kijken wat er met die XC40 aan de hand is. Thank you.
Nou, die Volvo XC40, die reed ook nog. Die had een bijgeluid bij zijn remmen, dus dat viel mee. En nu ben ik in Nerstvet bij de BMW dealer. Daar heb ik een 320 diesel op te halen, een station. Staat ook bij in de boordcomputer dat hij een aanrijding heeft gehad en niet rolbaar is aan de voorzijde. Ja, het is niet verstandig om ermee te rijden. Dus hij is wel rolbaar, hij loopt ook nog de auto, alleen hij ligt met zijn bek op straat. Hij staat zo geparkeerd hier bij de BMW dealer, ga je zo zien, dat ik hem er eigenlijk achteruit op kan trekken. Dus ik had nog even zitten twijfelen, zal ik die Volvo weer onderuit de motorwagen halen, daar die BMW neerzetten. Maar dan moet die BMW dus gaan draaien. En dat ga ik dus niet doen. Dus ik trek hem achteruit op de aanhanger. En dan gaan we naar de boot in Rugby. Om naar Puttgarden te gaan. En dan naar Duitsland toe. Nou, jullie zagen het al in het eerste filmpje. Het hele rechte voorwiel. Ik zal even mijn bril afdoen, want die slaan een beetje door het zweet. Het rechte voorwiel klapte er onderuit. Had ik niet helemaal gezien, want hij stond dus zo ingeparkeerd. Ik denk, nou, dat is achteruit erop trekken en klaar. Maar goed, je kan natuurlijk niet op de grond achter het wiel kijken. Dus, opgekrikt. Wieltje eronder gezet. En de rest is geschiedenis, hij staat erop. Dus best schade rondom. Ik weet niet wat hij uitgespookt heeft, maar in ieder geval, het is ergens niet goed gegaan. En de voorbumper helemaal beschadigd. Er rest mij niks meer dan vastzetten en weer te gaan rijden. Op naar Wismar in Duitsland. Zo, het bootje van Rugby naar Puttgarden ook weer overleefd. Het is maar een klein uurtje. Het wachten op de boot duurde langer dan dat ik erop zat. Maar goed, hebben we ook weer meegemaakt. Nu in Wismar die Nissan Qashqai geladen, een handelsauto. Nou ja, geen bijzonderheden. Rijdend, ideaal. Snel weer weg. Nu op naar Langehagen bij Hannover. Daar staat een Fiat Ducato van een metertje of 6-7. Ik denk dat het een camperuitvoering is. Die staat daar bij de Iveco dealer. Ik zag op Google Maps dat hij open is tot 8 uur. Ik denk, ik ga toch even bellen. Maar het klopt, hij is tot 8 uur open. Ik mag hem ook tot 8 uur ophalen vanavond. Het is nu 4:10. 260 kilometer, dus dat is nog 3,5 uur werk. Zonder files, dus dat wordt al een uurtje of 6:30, 7 dat ik daar ben. Later denk ik nog, het is nu 4:10. Dus 4:50, 7, richting 7 uur. Dus ik moet niet al te veel pech hebben. Gooi ik die er vanavond erop en dan is die vol. En dan kan ik weer de planning gaan bellen wat ze morgen willen. Ik denk 2 adressen Stadskanaal lossen. Die Volvo op de motorwagen en die camper die ik zo meteen op ga halen. Of die bus in ieder geval, die is ook van Stadskanaal. Maar goed, eerst maar eens even zien dat we bij de Iveco terechtkomen. Oh,
Helaas, lange haren niet gered. Ik heb heel veel file gehad. En ik zou om 7:45 zou ik bij de Iveco dealer kunnen zijn om die Fiat op te halen. Dus ik heb er nog even gebeld. En ik heb gevraagd, kan ik echt tot 8:00 bij je terecht? Ja, zeg ze, om 8:00 gaan we naar huis. Maar het hek gaat dicht. Dus ja, weet je, daar kun je twee dingen doen. Dan kun je of gaan gokken dat ding eventueel rijbaar is, dat je hem snel buiten het hek neer kan zetten. Anderzijds, als ik daar aankom en hij is niet rijbaar, dan moet ik hem lieren. Nou, weet je, ik ben best snel, kan ik van mezelf zeggen, maar ik ga hem niet in 10 minuten laden. Dus ik denk, ik kom een restaurantje tegen of een Autohof. Ik blijf hier staan, 3 kwartier voor de klant. Dus ik sta nu bij een Rossi's Autohof. Die is door heel Duitsland zitten die. En die hebben een nieuw parkeerterrein. Dus een nieuw restaurant. Dus net in mei geopend, zei een collega van de week al een keer. En toen ik aankwam rijden, zag je het al. Die hebben allemaal van die hele lange parkeervakken. En dan moet je in een automaat moet je aangeven hoe laat je weggaat. Dan komt er een bonnetje uit. En daar staat een rij op. In welke rij je moet gaan parkeren. En er staat ook op hoe laat de collega die voor jou staat vertrekt. Dus dan weet je in ieder geval van, als ik om 7:15 in mijn geval ga rijden. Hij gaat om 6:30 weg. 7:55 staat er op bonnetje. Dan weet ik niet wat dat ik weg kan. Dus dat is wel een mooi systeem. En ik geloof dat ze hier 25 van die lanen hebben. Nou, 5-6 auto's per rij. Dus er kunnen er genoeg staan. Dus ik ga hier even een hapje eten. Lekker slapen zo meteen. En dan rijd ik morgen om, misschien iets eerder. Ga ik met hem mee. 6:55, 7:50 ga ik weg. En dan rond 7:15 ga ik die Fiat laden. En dan ga ik 2 adressen Stadskanaal lossen. En eentje in Raalte. En dan neem ik 2 auto's mee naar de zaak. En dan is het weekend. Morgen weer een dag. Zo, de laatste weer gelost in Nederland, net in Raalte. En zoals jullie al zagen, hier heb ik geschaard gelost. Aanhanger de hoek ingedrukt. De motorwagen er dwars voor. Scheelt weer afkoppelen. Nu naar Apeldoorn. Staan er nog 2 op. Die gaan er daar af. En dan druk ik de hele vrachtwagen in de hoek, want dan is het hoog tijd voor weekend. Volgende week weer een nieuwe rit. Nieuwe video. Ik hoop je dan weer te zien. Hoi!